Onze club wil niet alleen op sportief vlak scoren. Ook de sociale pijler is voor KV Kortrijk belangrijk. Daarom kreeg Jozef, die als klusjesman werkt, een vast contract aangeboden. KVK werkt voor het project nauw samen met de stad. KV Kortrijk wil eigenlijk een tewerkstellingsplaats zijn voor mensen die het wat moeilijker hebben. En vandaar dat wij een samenwerking hebben lopen met het OCME van Kortrijk. Waarbij dat wij een leerwerknemer tewerkstellen in het stadion, die als klusjesman werkervaring kan opdoen. En die zo terug wat attitudes bij krijgt om terug klaar te zijn voor de reguliere arbeidsmarkt. Ja. Jozef behoort tot de groep van de kwetsbare werknemers. Onze club stelt een voorbeeld door hem te begeleiden en een vast contract aan te bieden. Het is inderdaad iemand die eind de 50 is, 7 of 58 toen hij begon aan die job. En die nu inderdaad een vaste job heeft bij KV Kortrijk om de klusjesdienst te versterken. Dus die KV Kortrijk zeer veel goede diensten zal kunnen bewijzen. Jozef is graag gezien in het Gouden Sporenstadion. Zijn werk is heel divers. Hij is bij ons klusjesman. Hij doet klusjes allerhande. Schilderwerken, opkeuswerken na de wedstrijd, allerhande. Ja. Door Jozef een contract aan te bieden, wil onze club een voorbeeld stellen. Hopelijk kan dit een stimulans zijn voor lokale bedrijven om dezelfde weg in te slaan. Die mensen hebben heel veel waarde. Vinden soms moeilijk een job omdat er wat vooroordelen bestaan, maar hebben dikwijls heel veel ervaring. Laten we zeggen, kennen ook al een beetje de wereld. Dus ze zijn niet zo onstuimig, maar kunnen dus de samenleving en de onderneming en de economie bijzonder veel diensten bewijzen. En dus KV Kortrijk stelt daar het goede voorbeeld. En hopelijk wordt dat opgepikt door heel veel dynamische bedrijven in onze regio.